Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast ga ik in gesprek met Cheskin Cihangir over rekenen, leren rekenen. En de vraag, hoe komt het dat zoveel Nederlandse leerlingen minder goed leren lezen en rekenen? En wat is er voor nodig om dit te verbeteren? Cheskin, leuk dat je er bent. Dankjewel. We zitten in Zeist op een gepaste afstand om met elkaar in gesprek te gaan over een heel boeiend thema waar jij al jarenlang mee bezig bent. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig om wat meer te horen over jouw opvatting. Je schrijft ook over onderwijs, onder andere in NRC. Je bent bij de Nieuwe Wereld op te gast geweest om te praten over leren rekenen. En je hebt ook een aantal boeken meegenomen. Je bent onder andere initiatiefnemer van foutloos rekenen. Mm-hmm. En misschien om daar even mee te beginnen, dat foutloos rekenen. Ja. Dat is iets wat... Ik heb bijvoorbeeld recent gehad dat iemand op straat, iemand die ik kende bij mij in de straat, zei, ja, mijn dochter is naar foutloos rekenen gegaan. Dat had een enorme impact op haar CITO-score. Nou is het natuurlijk meer in de wereld dan een CITO-score. Maar hij zei, ja, ze wilde graag naar een bepaalde school. Ze had moeite met bepaalde rekenaanpakken. En toen is dat echt wel verbeterd in een week of 6 of 8. Het is overigens geen reclame. Het is gewoon echt gebeurd. Ja, dankjewel. Dus ja, wat gebeurt daar dan? Ja, het is heel leuk dat je dat aankaart. Je zei initiatiefnemer van foutloos rekenen. Het is eigenlijk een van mijn broers die initiatief heeft genomen om hiermee te beginnen. En hij heeft zelf een wiskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit, zuivere wiskunde. Daar is die cum laude in afgestudeerd. Tegelijkertijd zag hij gewoon bij zijn zoon, die naar basisschool ging, dat het maar steeds niet lukte om te rekenen. Ja. En hij pakte het gewoon bij de hand. Hij ging gewoon naast zitten en elke keer uitleggen. En op een gegeven moment dacht hij van, ja, maar waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Zo is hij wel ingedoken in rekenonderwijs op de basisscholen. En omdat hij dus dan zelf wiskundige was, dacht hij van, hé, maar dat moet allemaal veel beter. Ja. En heeft hij gewoon een methode ontwikkeld. De methode is gebaseerd op algemene werkende rekenkundige regels. Ja. Die zijn er 8. We noemen ze eigenlijk rekenrecepten. 8 rekenrecepten. Als je die rekenrecepten leert, dan kun je elke som ten alle tijde oplossen. Ah. En dat is niet zo bijzonder, dat is niet zo gek eigenlijk. Dat zijn gewoon wetmatigheden, mm-hmm, die gewoon aanwezig zijn in, ja, de natuur. Op een of andere manier hebben we in Nederland ervoor gekozen om die wetmatigheden niet meer te leren aan kinderen. Daar zijn allerlei redenen voor te bedenken. Ja. Die kunnen we gewoon wel doornemen. Maar het blijft gewoon wel bijzonder dat we dat gewoon niet meer doen. En bij foutloos rekenen hebben we dat systematisch opgebouwd. Als een kind naar ons toe komt, in het geval van het dochtertje van je vrienden. Ja. Die zitten op school, als ze nog wat te proberen, lukt niet, komen ze bij ons. Ineens vertellen we gewoon van, hey, maar dit kun je wel. Ja. En we gaan je laten zien hoe je dat kan. We beginnen vanaf het niveau van het kind zelf. En, vanuit daar gaan we gewoon die wetmatigheden, algemeen geldende regels van rekenen, gaan we stuk bij stuk overbrengen. Bijvoorbeeld beginnen we met optellen. Bij optellen heb je gewoon een systematiek. Ja. En wordt eerst heel goed instructie gegeven, heel goed uitgelegd. En daarna gaan we samen met het kind oefenen. Dat is heel belangrijk. Ja. Na oefenen krijgt het kind onmiddellijk feedback op wat wel goed gaat en wat beter kan. En als kind bijvoorbeeld optellen niet geleerd heeft, dan gaan we niet verder. Heeft geen zin om dan bijvoorbeeld vermenigvuldigen uit te leggen. Want vermenigvuldigen is eigenlijk herhaald optellen. Ja. Dus als je optellen niet kan, dan moet je niet verder gaan. Nee, en zo ga je maar door. Als je een kind procenten wil uitleggen, dan moet het kind eerst vermenigvuldigen, ja, onder knie gekregen hebben. Hey, dus moet je ook niet met verhoudingen beginnen, nee, als kind delen nog niet geleerd heeft. Dus dat zijn allemaal algemene geldende regels, wetmatigheden, structuur van rekenen, die je gewoon heel goed aan moet brengen en ervoor moet zorgen dat kind het onder de knie krijgt. En stap voor stap zeg je ook, hè? Dus niet, ja, verder gaan als die eerdere stap niet gedaan. Je zou ook, dat is heel belangrijk. Je zou kunnen zeggen, je zei er al iets over dat je broer dingen meemaakte op school waarvan hij dacht, ja, hoe zit dat nou? Maar je zou denken, ja, op school leer je dit. Op een basisschool. Een basisschool, dan leer je rekenen en schrijven. Wat over de wereld. Maar blijkbaar is dat niet zo. Voor jullie, ja, jullie in de zin van toch experts als het gaat over wiskunde en rekenen? Ja, zeker. Ook in taal trouwens. Hè. We hebben ook een taalkursus.
kan ik misschien later nog wel wat over vertellen. Maar over rekenen, om daarbij te blijven. Mm-hmm. We krijgen natuurlijk wel een bepaald doelgroep. Dat zijn kinderen die van allerlei sociale niveaus, ja. Niet per se rijk of arm. Ook niet kinderen met cognitieve beperking of dergelijke. Het zijn gewoon doodgewone kinderen, hè? Normale kinderen, zoals kinderen van jou en mij. Die op een of andere manier niet verder kunnen op school. Zou je kunnen denken van, ja, maar je bent bevooroordeeld. Want je ziet alleen maar kinderen die naar je toe komen. Ja. Maar als je een beetje onderzoek doet, als je gewoon kijkt naar inventarisatie door inspectie bijvoorbeeld, of die ranglijsten van PISA en dergelijke, ja, ja, dan zie je wel dat 53% van basisschoolkinderen basisschool verlaten zonder te voldoen aan streefniveaus voor rekenen. Ja, 53%. En, ja, dat is meer dan 1 op de helft. Ja. Dus 53% haalt het niet. En als je verder kijkt, dan zie je dat 40% streefniveaus voor taal niet haalt. Verbazingwekkend is dat, toch? Ja, ja, en, dat is echt heel, is heel hoog. En dan hadden we die kwart van 15-jarigen die dan alfabeten bleken te zijn. Ja. En daar is recent ook nog 28% van basisschoolkinderen bijgekomen die wel voldoen aan streefniveaus voor schrijven. Dus ja. 28% voldoet aan streefniveaus voor schrijven, dus 72% niet. En als je naar die cijfers kijkt, en dat zijn cijfers van de inspectie, ja, of andere instituten die wij allemaal ja, respecteren, ja, dan denk je van, oh, is dat nou echt mogelijk? Ja, we zijn een welvarend land. Ja, ja. Ja, zo'n welvarend land inderdaad. Eigenlijk in Nederland heb je alle infrastructuur, alle randvoorwaarden om optimaal onderwijs te kunnen verzorgen. Ja. Die soort cijfers moet je in een land als Nederland niet tegenkomen. En nee, toch zien we dat wel. Het gebeurt wel. Ja. Ja. En het is ook wel, vaak wordt ook wel gezegd van, ja, maar het is toch geen wedstrijd. PISA, dat is een dat is een schadelijke meting, ja, daar moet je niet aan meedoen. We meten al zoveel, hè? Gaan we dit ook meten? Ja. We gaan op een gegeven moment belangrijk vinden wat we meten. Dat soort argumentaties krijg je. Maar op nationaal niveau zie je dat ook. Mm-hmm. En dat kom je gewoon in de dagelijkse praktijk kom je ook wel op een gegeven moment tegen. Hè? Als je, ik weet niet of je wel eens een verbouwing hebt laten doen. Ja, toevallig vorig jaar. Doe ik nooit meer. Exact. En de reden daarvan dat je het nooit meer wil doen is omdat die mensen niet kunnen, in veel geval niet kunnen rekenen. Nee. En waarschijnlijk ook niet kunnen lezen. En dat hebben wij gewoon samen gemaakt in deze samenleving, omdat we denken van, ja, niet iedereen hoeft te leren lezen. Je hebt het niet nodig, zeg maar. Nee. Nou, als je maar gewoon straat kan leggen. Maar die straatlegger, die moet die tegels kunnen tellen. Ja. Toch? Ja. Kubieke meter zand dat je moet vervoeren voor het aanleggen van een terras of grond die je nodig hebt voor het verhogen van een tuin, dat moet je allemaal kunnen berekenen. Ja. En in mijn geval, dat was een tijdje geleden, mijn aannemer heeft gewoon vraagbaar 3 keer laten moeten komen, omdat hij elke keer gewoon Daarnaast staat met zand. Nou, je hebt ook wel onderwijskundigen die zeggen, ja, dat rekenen, dat is belangrijk. Maar als je het kan opzoeken, of je hebt een rekenmachientje, of je kan het op internet via slimme software laten berekenen, dan hoef je het eigenlijk helemaal niet te kunnen. Ja, dus die PISA-scores, de landen die hoog scoren, dat zijn vaak Aziatische landen. Daar wordt een beetje zo grappig over gedaan. Ja, daar wordt nog heel klassiek onderwijs gegeven. In Nederland moeten we het hebben van andere dingen. Ja. Wat zeg je daar dan op? Nou, kijk, ik weet niet of die mensen bijvoorbeeld wel kunnen programmeren in Visual Basic. Dat is een onderliggend ding van Excel. Ik kon heel goed programmeren in Visual Basic. Ja. En daarvoor moet je wel toch heel goed kunnen rekenen, ja, om dat te kunnen programmeren. Ja. Dus het is gewoon, ik denk dat die mensen niet weten waar ze over hebben. Als ze zeggen van, ja, maar als je zelf kan opzoeken, dan is het ook wel goed. Dus wil je echt vooruitkomen in je kunde, dan moet je de basisprincipes heel goed beheersen. Ja. En eenmaal de boot gemist, wordt het heel moeilijk om in te halen. Ja. Dat dus zie je ook wel gewoon in internationale studies, in nationale studies. Er zijn gewoon echt allemaal alom gerespecteerde wetenschappers die dit allemaal schrijven. Met name in basisschool ingehaalde, opgebouwde achterstand. Dat wordt eigenlijk veel moeizaam, ja, zo niet
ingehaald nee. in latere leeftijd. Dus we moeten het echt hebben van die periode dat kinderen tussen hun vierde en hun twaalfde naar school gaan. Op de basisschool. Op de basisschool en ja. hopelijk ook in het VO door gaan bouwen. Ik kan me ook voorstellen dat als je natuurlijk inderdaad wil programmeren of je wil met wiskunde aan de gang, dat je dan door moet kunnen bouwen op kennis die je al hebt. Hè? Het is eigenlijk het stapelt constant. Ja. Ik heb ooit met Paul Kirschner een podcast over gemaakt over hoe dat leren werkt. Je maakt allerlei kapstokjes en daar kan je bij. En vervolgens kan je weer nieuwe kapstokjes maken. Het is oneindig wat we kunnen onthouden. Ja. Maar daar denk je mee. Hè? Dus we denken met die kennis. Het is niet zozeer iets wat iets statisch is. Het rekenen of wiskunde kunnen als iets statisch. Ja. Wat je dan wel of niet kan doen. Je hebt het eigenlijk, je bouwt steeds door. Klopt. Ja, en je zei ook tussen 4 en 12 moet het gebeuren. En eigenlijk zie je ook wel wat er gebeurt als dat niet gebeurt op de basisschool. Namelijk, op de basisschool vind ik dat je kinderen gewoon bepaalde vaardigheden mee moet geven die ze de rest van hun leven nodig hebben. Dat zie je dus dan uit die nationale cijfers. 53% haalt rekenen niet, 40% haalt taalvereisten niet. Mm-hmm. En die kinderen worden voortgezet onderwijs ingeduwd. Ja. Zonder die basale vaardigheden. En dan gaan ze naar VMBO. Niks mis met VMBO, dat is hartstikke goed. Alleen je ziet wel dat ze ook op VMBO die streefniveaus niet halen. Nee. Ze komen niet verder. En vervolgens moeten ze dan zo'n internationaal toets afleggen, PISA, dan zie je dat vooral VMBO's gewoon daarin laag scoren. Ja. En dat is toch wel schadelijk. Dat is schadelijk, ook die mensen, ook die mensen hebben gewoon wel goed onderwijs nodig. Ja. In het begin zei je iets over wat je broer meemaakte bij school. Ik heb er ooit een keer een column ook aan gewijd over het over de prachtige boeken en de rekenboeken die kinderen, in ieder geval mijn kinderen, al op een school aangeboden krijgen. Het is één groot visueel spektakel. Het is hartstikke mooi gemaakt. Kleurtjes erin. Het gaat soms via de tablet tegenwoordig. Ja. Het kan helemaal niet op. Je kan tegenwoordig ook verlengde instructie via die tablet krijgen. Dus er zijn, ja, je zou denken, het zit wel goed met, dat, met die boeken, want het zijn boeken. Ja, dat is heel goed dat je dat zegt. Hoe kijk je dan naar dat punt van materiaal, zeg maar, en boeken en... Het zijn waardevolle materiaal. Dankzij COVID heb ik ook wel een inkijkje mogen nemen in rekenmethoden van mijn kinderen, van mijn zoon, die naar groep 5 gaat. En hij heeft een methode, Wereld in Getallen, denk ik. Ja. Het ziet daar prachtig uit. Het is waardevolle informatie. Waarvan ik vind dat kinderen die informatie heel goed moeten tot zich nemen. Dat hebben ze allemaal nodig. Alleen als je gewoon bladert en bladert en bladert, zie je dat er geen rekening in voorkomt. Nee. En kinderen leren van alles en nog wat, maar geen rekenen. En dat is dat breekt ze op een gegeven moment wel als ze verder moeten in hun leven. En wat er ook wel geleerd wordt op scholen, is dat je voor elke context weer een andere methode moet verzinnen. Ja. He, kinderen worden eigenlijk een beetje vrijgelaten in het kiezen van een methode, in het oplossen van een som. Ja. Ja. Zonder dat er gewoon goede instructies gegeven worden. Dat broer van mij, die heeft allemaal gesystematiseerd. En hij legt gewoon, bijvoorbeeld voor een operatie, legt hij uit wat een kind precies moet doen. Ja. Als je optellen hebt, dan moet je netjes onder elkaar schrijven. Je moet onthouden. Wat je moet onthouden, moet je omcirkelen. Dat zijn allemaal veel voorkomende fouten die kinderen gewoon natuurlijkerwijs maken. Door ze aan bepaalde protocollen of systematiek te binden, voorkom je dat kinderen gewoon op eigen houtje allerlei dingen gaan maken. Kan ik het even laten zien? Ja, graag. Laten we doen. Ja. Zal een linkje ook even op de website plaatsen van het boek, mocht je het interessant vinden om even het in te zien. Maar dus je zegt twee dingen, daar moeten we denk ik ook nog even over hebben. Van, wordt eigenlijk niet meer aangeleerd om te leren rekenen. Ze leren iets anders. En dat is punt één. En twee, er zijn allerlei manieren om tot een aanpak te komen. Jij zegt, nou, dat zouden we eigenlijk moeten voorkomen. Nee, dat is onnodig. Dat is onnodig. Kijk, dit is een instaptoets. Dit is een heel simpel som. Ja. En gemiddeld groep 8 leerling hoort dit
moeiteloos en foutloos, vlot en foutloos te kunnen rekenen. Ja, dus wat we zien is 289 plus 98 plus 4533 plus 621 plus 7784. Ja, veel dus mensen. Veel getallen bij elkaar, achter elkaar. Juist. Ja. En veel kinderen raken hier de klus kwijt. Ja. Als je zo opschrijft en als je ze niet verteld hebt, als je ze niet instructie hebt gegeven hoe ze dit moeten doen en hoe ze systematisch tot een foutloos som moeten komen. Waarom moet het foutloos zijn? Als je dit bij elkaar optelt, dan is het een geheel getal. Het getal is gewoon duidelijk, 13.000 zoveel. Ja. En je moet niet één keer boven of één keer onder liggen, want ja, dan heb je het niet goed uitgerekend. Nee. En veel mensen denken ten onrechte van, oh, mijn kind kan dit wel. Ja. Maar je zou wel een keer naast moeten zitten. Wat je hier natuurlijk al ziet. Dus groep 8. We hebben over groep 8 kinderen die dit niet kunnen doen. Die dit niet kunnen. Want dit vraagt natuurlijk onder elkaar zetten. En welke fout je onder andere kan maken, is dat je dan de honderdtallen naast de duizendtallen gaat zetten. Dat wilde ik vroeger ook nog eens fout doen. Als je snel bent, denk nou, dat pakken we even aan. Dan ga je fouten maken. Dan ga je heel snel fouten. En jullie zeggen eigenlijk met foutloos rekenen, rustig, één manier, zo pak je dat aan. Ja, heel veel oefenen. En daar haal je vertrouwen uit en structuur uit. En dan weet je hoe je het moet aanpakken. Juist. En dan ook heel veel oefenen, zodat je gewoon menselijk brein kun je heel simpel indelen in 2, 3 delen. We hebben een reptiele brein, gewoon een brein waar dan al die reflexen vandaan komen en dergelijke. Ja. En dan hebben we een homo sapiens brein daarbovenop. Je moet ervoor zorgen dat dit soort handelingen geautomatiseerd worden, zodat je eigenlijk helemaal geen nadenken bij nodig hebt. Als je zo'n toets hebt, of je staat bij de kassa of op de markt, je moet heel snel rekenen, dan heb je eigenlijk heel vaak geen tijd om na te denken. En als mensen ook een beetje op je zitten letten, dan raak je daar helemaal gestrest van. Ja. Om dat te voorkomen, dat je gewoon meteen kan... Je moet het paraat hebben. Je moet de methode ook paraat hebben bij jezelf. Oké, zo gaan we dat aanpakken. Ja. Dat doen we altijd zo. Ja. Dat is nu niet anders. Oh, ja. Ja. En dat ga ik op die manier aan. Ja. 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 Dus als je weet hoe je moet delen, hoe je moet vermenigvuldigen, hoe je procent moet rekenen, dat moet je altijd op dezelfde manier doen. Of het nou berekenen van procent van €135 is, of 3575, maakt niet uit. Als je 25% daarvan moet berekenen, dat doe je altijd op dezelfde manier. Ja. En dat voorkomt dat je ook wel gewoon tijd verliest. Dat hoef je niet te hebben. En ook die kennis is gewoon paraat. Ja, je hebt het paraat. Je hebt ook de waar we net even hadden, de kapstokken paraat. Ja? Wat zou een aanname zijn van mijn kant? Ik heb het idee dat op scholen waar ze het moeilijker hebben met rekenen, dat er meer aandacht is voor het zelfstandig rekenen. Dus het eigenlijk zelf ontdekken van de regel en dan het lesgeven. Ten opzichte van de docent die toch een expert is en die rustig opbouwt. Nou ja, je noemde even de recepten. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. Van beginnen bij recept 1, dan gaan we naar recept 2. We toetsen dat. We herhalen dat ook weer na verloop van tijd, pakken dat weer terug. Klopt. Dat is natuurlijk een manier waar een leerling ook van weet, ja, dit wordt er van mij verwacht. En naarmate je natuurlijk wat meer weggaat en meer richting ICT-oplossingen gaat, denk ik, nou, dat kan ook wel. Dat kunnen we adaptief achteraf in de computer kunnen we zien of jij of hij of zij dat goed heeft gedaan. Ja, dan is de tube of de tandpasta uit de tube, zoals ze zeggen. Ja, ja, ja. ja is de fout al gemaakt. Ja, 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 ja. Maar die computers moeten we ook wel inrichten. Hè? Daar moeten we ook wel de juiste berekening in kunnen stoppen. Ja, dus, precies. Dat ook nog eens. Ja. Dat is... Dat is nog steeds, daar verandert aan die rekenregels verandert niks. Nee. Maar jij zegt eigenlijk wat ik ook wel mooi vond, dat zei je ook in de voorbereiding. Ik heb niet het idee dat er minder wordt geleerd op school. Ik heb alleen het idee dat we heel veel leren. We leren alleen minder rekenen. Dat rekenen is eigenlijk Die basale vaardigheden, zoals rekenen, lezen, schrijven, die krijgen steeds minder aandacht. En wat je ook wel zegt, ontdekkend leren. Er is op een of andere manier een manier van kijken op onderwijs, waardoor wij getriggerd worden om veel minder aandacht te besteden aan deze basale vaardigheden. En natuurlijk, kinderen leren heel veel, extreem veel op scholen.
Maar wat je wel ziet, is dat ze die vaardigheden niet meekrijgen. Mm-hmm. Vorige week heb ik het zelf meegemaakt. Ik heb een collega van mij aangeboden om huiswerk na te kijken voor de cursus Grip op tekst. Dat is onze taalkursus. En omdat de collega mij ook wel ergens bij geholpen had, wilde gewoon iets terug doen. En die zei van, ja, ik heb stapel huiswerk, die moet ik nakijken. Zei, nou, doe ik een beetje. Ik dacht van, wat is dit? Je krijgt gewoon alle. Ze moesten een creatieve opdracht doen, moesten een stuk schrijven, ja. Dat is een onderdeel van de cursus. En het was gewoon echt een abstract kunstwerk. Dat was een groep 8 leerling. Ik kon dit gewoon niet lezen. Nee. Ik heb het gewoon teruggegeven. Zeg ik bij naam Gabi, wat is dit? Het lukt mij echt niet. Dus wat je zag was een A4'tje waar een leerling eigenlijk niet van links naar rechts netjes zijn opbouw maakte. Allemaal, het ging alle kanten op. Ja. En niet één leerling, maar heel veel leerlingen. Ja. Dat is dus die 28%, dus eigenlijk 72% die het niet haalt voor schrijfvaardigheid. Ja, dat is alom aanwezig. Dat zie je gewoon om je heen. Ja. Straks kun je gewoon elkaars handschriften niet meer lezen. Nee, je zegt ook wel, mensen zeggen, ja, maar ja, we doen toch alles op de computer. Het is heel oud, dat handschrift. Ja, nou, we gaan lekker typen. En je mag je werkstuk ook, mag je lekker typen in groep 8. Maar ja klopt. Alleen, ik denk dat toch wel, dat je niet altijd je daarmee kan redden. Nee. En ik denk dat het ook wel, kijk, de type is wel heel mooi. Hè. Op een gegeven moment zijn we van spijkers ook al overgegaan naar papier. Dat realiseer ik me wel terdege. Maar als het moet, kunnen we met spijkers nog steeds wel schrijven. Ja. Hè? Dat doen we niet meer, maar we kunnen het wel. Ja, precies. Maar wat we nu wel krijgen, we kunnen wel allemaal typen, maar niet schrijven. Ja, ik moet ook denken aan... Dat we als homo sapiens toch wel gewoon een belangrijke vaardigheid aan het verliezen zijn. Ja, ik heb ook begrepen dat als het gaat over leren, eerder met Pedro de Bruiker over gesproken, dat we nog niet zeker weten of typen beter werkt om iets te onthouden of iets te kunnen leren. Dat we eigenlijk wel weten dat schrijven belangrijk is. Ja, het zou wel kunnen zijn dat met typen je ook dingen kunt herinneren, dat zeg maar in zekere zin effectief kan zijn. Maar dat weten we eigenlijk nog niet zeker. Maar goed, die podcast was een jaar oud hoor, maar misschien zijn er intussen... Ja. Nee, die heb ik toevallig niet gezien. Ik heb wel heel veel andere podcasts van jou gezien. Maar die argumentatie is me wel bekend. Ja. En ik kan me gewoon goed bij voorstellen dat, omdat het wel actievere betrokkenheid van de leerling vereist. Hè, met type is toch wel wat sneller. Ja. Schrijven, dan moet je toch wel fijne motoriek en dergelijke. Ja. Ik kan me goed voorstellen dat je bepaalde delen van hersenen moet activeren. Ja. Dat het leerproces sneller gaat. Maar... Jij noemde, Tjeskien, ook dat punt van leren. Hè? En nou heb ik een paar weken geleden in de uitzending Gert Biesta gehad. Ja. Die zegt van over dat leren, ja, dat leren is eigenlijk helemaal niet te definiëren. Dat is zo'n ongeremd of ongeleid projectiel. Het kan alle kanten opgaan. Dus en dan hebben we het hier over rekenen. Dat is heel duidelijk leren natuurlijk. Rekenen. Hoe kijk jij nou aan tegen dat soort meer filosofische reflecties gericht op die opening van jou rondom die percentages? Dat is een goeie. Ik heb die uitzending gezien. Mm-hmm. Het viel me ook wel op dat concept leren aan zich wel gerelativeerd wordt. Ja. Wordt gezegd van, wat is nou eigenlijk leren? Leren is geen zelfstandig naamwoord. Leren is geen werkwoord. Je kunt het niet actief begaan. Ik was 18 toen ik naar Nederland toe kwam. En in mijn cursus Nederlands heb ik geleerd dat je gewoon van een werkwoord heel makkelijk een zelfstandig naamwoord kan maken als je het voorzet. Hè. Het leren wordt dan weer een zelfstandig naamwoord. Daar is niks filosofisch aan. Nee. En mij werd ook wel verteld, heb ik gewoon cursus gehad, alles wat je kan vervoegen is een werkwoord. Ja. Ik leerde, ik heb geleerd. Dus ik snap niet waarom leren nou geen werkwoord of zelfstandig naamwoord zou zijn. En Gert Biesta in zelf podcast van jou rijdt zichzelf eigenlijk ook wel een beetje klem in zijn redenering. Mm-hmm. Door het voorbeeld te geven van autorijden en rijbewijs halen. Hij zegt van ja, je kunt wel lessen nemen, op een gegeven moment heb je een rijbewijs. Nou, dan heb je leren rijden, maar op school, wanneer ben je eigenlijk aan het leren? Ja. Hey, omdat het geen actieve, bewuste activiteit is. Stelt hij dat je dat leren niet bij het onderwijs hoort? Nou, ik heb vanochtend hier naartoe gereden.
Achteraf dacht ik, hey, hoe ben ik hier gekomen? Ik was me helemaal niet bewust van het feit dat ik aan het autorijden was, maar toch was ik er. Ja. Ik denk dat leren wel een belangrijk onderdeel van onderwijs is. Ja. En dat kunnen we wel bewerkstelligen. Ook in een andere podcast met Wim van den Broek. Ja, ja. Hoogleraar uit Brussel, ja. Klopt. En hij zegt dat leren, dat je leren eigenlijk overal doet. Ja. Dat je voor het leren, leren is niet specifiek voor onderwijs. Nee. Dus al deze ingewikkelde theorieën maken, vind ik, dat, dat we op de werkvloer niet meer weten wat we moeten doen. Nee. Daarom denk ik van, ja, we moeten eigenlijk naar een simpeler model. Ja, terugbrengen naar de essentie. Ja, ja. En dat kunnen we nog wel bespreken. Maar het is mooi wat je zegt, want ik herken dat ook wel. Je leert, je kan, ik heb een promotieonderzoek gedaan naar netwerken. En in netwerken wordt geleerd. Netwerken wordt kennis uitgewisseld tussen artsen, tussen verpleegkundigen. In een vorm van niet formeel leren. Je krijgt er geen diploma voor, maar ik leer dan van jou een handeling. En dan kan ik afkijken en zo. En, ja. Maar we hebben het hier natuurlijk over kinderen inderdaad, die nog niet kunnen lezen en die toegang willen krijgen tot de wereld. Het zijn cultuur, vormen van cultuur, overgedragen kennis. Mm-hmm. Die wil je overdragen. En daar wordt het natuurlijk wat lastiger, de redenering van, ja, wat is dan leren? Want dan kunnen we wel degelijk zeggen, ja, nou, deze rekentoetsen, die zou je moeten kunnen maken. Dat ja, hebben we met kunnen elkaar we heel goed leren. We kunnen de recepten we kunnen heel leren. Goed leren. Ja, we kunnen die recepten bewust leren. Of onbewust, zodanig, als je voldoende herhaalt. Ja, ja. Je kan ze ook weer vergeten. Dat kan, bedoel, als je het dan daarna misschien nooit meer doet, ja. Ja, dan wordt het misschien minder, maar maar wat je vergeet kun je veel makkelijker weer terughalen. Kan je weer terughalen, precies. Nee, dus als je nooit geleerd hebt, op een gegeven moment dan wordt het moeilijk om te leren. Ja. Dan heb je veel meer inspanning nodig. Maar zeg je daarmee ook van, we zijn het te ingewikkeld aan het maken in het onderwijs? Zeker. Met al dit soort discussies kan je natuurlijk wel met elkaar voeren. Dat is ook interessant. Nou, maar je zegt even terug naar de uitdaging. Goed leren rekenen, goed leren schrijven. Ja, klopt. Kijk, als je naar die theorievorming kijkt, en dan zover als Euclides hoeven we niet te gaan. Ik had die boek voor je meegenomen. Ja, mooi. Waarom ik dit meegenomen heb, is om te illustreren dat die regels niet veranderen. Nee. Die regels die zijn, Euclides, dat is 2300 jaar geleden of iets dergelijks. Ja. Grondlegger van meetkunde. Daar komen heel veel logica's naar voren. En die logica's die veranderen niet. Nee. We kunnen wel nieuwe inzichten krijgen, we krijgen nieuwe technologieën en dergelijke. Maar die rekenkundige regels, die zijn nog steeds hetzelfde. En in die theorievormingen over onderwijs en over onderwijskunde, over de leertheorieën, die halen altijd een bepaald aspect naar voren. En dan laten ze heel veel andere delen weg. Ja. Dat is bijvoorbeeld, begin maar bij Piaget bijvoorbeeld. Hè? Mm-hmm. Cognitief constructivist. Zo gaat het maar door. Tot aan Davy. Hè? Ook een filosoof, het zijn toch wel vaak Dewey noemde hij, allemaal constructivisten. Ja, laatste periode, wat jongere filosofen dan in de periode 2300 jaar geleden, zeg maar. Ja, dat is klopt. Ook wel opvallend. Ja, ja, en dit zijn nog van 70, 80 jaar geleden of 100 jaar geleden. Ja. Maar vandaag de dag hebben we, waar je over had, Bista, met zijn drieslagtheorie. Heeft het dan over kwalificatie, socialisatie en subjectificatie. Ja. Als je dat allemaal op werkvloer aan een leerkracht vertelt, ik denk dat ze daar geen boodschap aan hebben. Nee. De kinderen moeten wel leren. Maar omdat we die theorieën wel allemaal doseren op misschien wel op pabo's of in de boeken en dergelijke, waar ik overigens niet tegen ben. Hè? Die theorievorming is heel belangrijk. Alleen die theorie sluit niet altijd aan op de praktijk. Nee. En als je vanuit die theorieën die een deel belichten en ander deel weglaten, als je daarvan vertrekt, dan ga je op een gegeven moment ideeën opdoen dat normaal altijd werkende rekenregels de recepten er niet meer voldoen. Nee. Dan begin je gewoon allerlei dingen te of dat het begint bij de nieuwsgierigheid en bij het lerende kind. Zeg maar radicaal gedacht. Wat heel mooi is aan de voorkant van dat boek van Euclides, en ik zal even een plaatje op de website zetten, is dat je een jonge jongen of een jonge vrouw, zie je, krijgt een regel uitgelegd op een krijtbord met een passer.
Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat er mensen omheen staan en die steunen hem. Ja. Dus die schouder, een hand op de schouder en er staat iemand anders bij. Je kunt het, hè? Er is een gevoel van, we gaan dit samen, gaan we dit uitleggen. Dus waar dit aan mij doet denken is dat we de neiging hebben om pedagogiek en didactiek eigenlijk los van elkaar te halen. Mm-hmm. Dus dat het een soort schijnbare tegenstelling wordt. Terwijl volgens mij bij didactiek, bij een, deze regel uitleggen of een andere regel van Euclides of de stelling van Pythagoras, dat je dat, als je dat effectief wil doen, natuurlijk je ook voor een fijne klasomgeving moet zorgen. Waar je dat is een prettige manier randvoorwaarde. Dat zal bij vouwdersrekening denk ik ook gebeuren. Absoluut. Want ja, als iedereen daar zit in een strafbankje, dan wordt het ook niks. Ja, kijk, je hebt zelf een gesprek met Ad Verbrugge ook wel gezien, zei je. En ik zei tegen Ad Verbrugge van, er is te veel pedagogiek in het onderwijs. En hij verbeterde me eigenlijk. En ik was meteen met hem eens. Hij zei, of misschien wel juist te weinig pedagogiek in het onderwijs. Hè? En dat heeft me echt aan het denken gezet. Ja. Daar is de filosoof voor. En ben ik wel wat meer gaan nadenken over onze manier van lesgeven. Onze manier van reken- en taalonderwijs geven. En hoe het op school gebeurt. Bij ons is er eigenlijk wel heel duidelijke, zijn er heel duidelijke afspraken. We geven foutloos rekenen in groepen van 6 kinderen. Ja. En ze komen voor 1 duidelijk doel. Dat is namelijk dat ze dit moeten leren. Ja. Geen andere dingen. We kunnen gewoon kinderen niet mee opvoeden. Of we kunnen de kinderen niet klaarstomen voor, maar je zou misschien de maatschappij. Wel. In de zin van dat ze democratische normen en waarden opgelegd moeten krijgen. Dat doe je heel duidelijk niet. Dat kunnen wij niet. Wij zeggen van, je komt alleen maar voor rekenen. Ja. En als een kind bijvoorbeeld klasnorm stoort. Ja, precies, daar wil ik naar vragen. Dan gaan we gewoon naar buiten. Hè? Dan gaan we uit de klas. Zeggen we, hey, wat is de bedoeling? Ja. Ik weet niet wat ik met een kind moet doen dan. Hè? Want als een kind die stout is of niet luistert. Of maar het niet gebeurt vast wel af en toe. Heel af en toe, nou, dan halen we eruit. Ja. En zeggen we, vertel, wat is de bedoeling? Hè? Wil je gewoon wel leren rekenen? Of zullen we je mama of papa bellen dat je opgehaald wordt? Want andere opties hebben wij niet. Nee. Maar op school is juist wel veel, veel meer ruimte voor ander gedrag dan leerondersteunend gedrag, zeg maar. Ja. Ja. En dat maakt dat je minder effectief les kan geven. Ja. Ja, al is het maar dat je natuurlijk meer kinderen in de klas hebt. Hè? Dus 6 ten opzichte van 25 is natuurlijk ook wel anders. Ja, maar wat we er wel van kunnen leren is dat jullie zeggen, het is heel duidelijk wat we hier komen doen. We gaan hier leren rekenen. Ja. Dat gaan we van deze aantal uren doen. En vandaag staat dit recept op de planning. Ja, en je moet ook wel altijd je huiswerk maken. Ja. Dat is een gemiddelde uur. Dat heb je waarschijnlijk van je vrienden gehoord. Ja, zeker. Ja, het is niet uur per dag. Nee, je moet wel wat doen ervoor. Maar het gaat niet vanzelf. Nee. Dat is, hoe vinden kinderen dat? Dat ze dus huiswerk moeten. Want het kan verschillen met kinderen per school. Hè? De ene kind is misschien gewend om al wat thuis te doen, maar de meesten zullen dat misschien niet nog gewend zijn op de basisschool. Klopt. Het gaat niet altijd vanzelf. Nee. Je moet wel duidelijke afspraken maken. En een van de voorwaarden is ook wel dat kind het zelf moet willen. Op een gegeven moment moet kind het inzicht krijgen in wat we gaan doen. Dat laten we ook wel heel duidelijk zien. We zeggen van, kijk, dat zijn de rekenregels. Zijn er 8. Als je die allemaal onder de knie krijgt, dat kan wel binnen met een training van 12 weken. Dus als je gewoon voldoet aan die, hè, als je dan gaat het je lukken. Inspanningsplicht, hè, dat leggen we gewoon een soort van op. En als ze daarmee akkoord gaan, al vinden ze het niet altijd fijn, ze blijven het wel doen. Mijn eigen zoon van 8, die zit nu in groep 5. Die doet foutloos rekenen nu ook, een lichtere vorm, zeg maar, hè, voor groep 5. En daar is niet altijd even makkelijk. Hè. Hij is ook een sterke leerling qua lezen en qua rekenen, maar het is toch wel gewoon even doorbijten. Ja. Wat mij hier ook in opvalt, en dat is ook een vraag die op Twitter ook is gesteld aan jou. Er zijn best wat vragen binnengekomen, ik weet niet of ze allemaal kunnen behandelen, maar als ik met name meer de beta-mensen spreek in mijn netwerk. Ik heb al het voorbeeld van mijn vader, is een fysicus genoemd. Maar ook Maarten van Rossum, die komt binnenkort in de podcast, geschiedkundig. Die zegt, we hebben een idee gekregen dat leren altijd heel leuk moet zijn. Mm-hmm. Dus dat het een soort één groot feest moet zijn. Ja. Maar niet alles moet per se leuk zijn om wel zinvol te zijn. Ja. Nou, kan je denken dat die aanpak met de recepten en het huiswerk, dat heel klassiek is, traditioneel, terug naar vroeger.
En dat is ook een vraag die wordt gesteld door een van de luisteraars. Vind jij dat we terug moeten gaan naar vroeger? En hoe ver dan? Ja. Nou kijk, ik heb inderdaad ook wel naar aanleiding van de columns, opiniestukken die ik geschreven heb, ben ik ook wel eens ouderwets genoemd inderdaad. Ja. Alsof je terug wil naar traditie en zo. Ja. Maar daar is niks traditioneels aan eigenlijk. Mijn kinderen worden helemaal niet traditioneel opgevoed. Het is gewoon, kijk, het is net als je wilt joggen, dan moet je eerst kunnen lopen. Ik hou eigenlijk helemaal niet van de metafoor, eerlijk gezegd. Maar het illustreert wel hoe je denkt over bepaalde dingen. En wil je kunnen rekenen, dan moet je de basale vaardigheden leren. Ja. Dat is eigenlijk wat. Dus dat is niks traditioneels aan, dat heb je gewoon nodig. Nee, en al die prachtige geïllustreerde boeken, die zijn mooi. Die moeten we blijven aanbieden. Ja. Of gedigitaliseerd onderwijs, dat moet je wel kunnen doen. Ja. Alleen die basale vaardigheden, die blijven altijd hetzelfde. Net als Euclides en Newton. Die wetten, die zijn allemaal door de mensen, door de mensheid bedacht, ontdekt, ontwikkeld. Die heb je gewoon nodig. We zijn gewoon met de wetten van Newton naar de maan gegaan. Ja, precies. En dat zijn de rekenkundige wetten. Die ruim 400 jaar geleden... of ongeveer 400 jaar geleden, allemaal uit doeken zijn gedaan. Wat is daar nou eigenlijk traditioneel? Precies. En traditioneel is volgens mij... zou je wel een goed voorbeeld van iets traditioneels kunnen noemen? Als ik naar de... Hans Gans is het toch? Wat bedoel je? De zeven windmolen. De Hanzesteden. Bedoel je dat? Als je naar zo'n museum ingaat met molen en zo, dan zie je allemaal traditionele manier van kaas maken. Traditioneel. Je bedoelt ik weet wat je bedoelt, boven Amsterdam. Bij Zaandam, we weten het. Ja. Eigenlijk, iedereen denkt nu, ik weet het. heel stom dat ik er niet op kom, want elke keer als een familielid van mij hier op bezoek komt, dan nemen we gewoon makkelijk daar naartoe. Heel mooi om te zien ook, ja. Maar inderdaad, je zei van, dan zie je allerlei dingen in werking. Hè? Hoe gemalen werken, hoe je kaas kan maken. Dat is een traditionele manier van doen. Ja. Maar nog steeds, het is kaas. Hè? Ja. Dus dan kom je weer met de metafoor. Het is misschien traditioneel, maar we eten het nu. Het is niks. Het is de basiselementen zijn hetzelfde. Ja. Waar ik ook aan moet denken is, we doen alsof je ziet in de onderwijskunde ook, het is als het ware... Of bepaalde onderwijskundige inzichten er niet meer toe doen, omdat ze ooit zijn bedacht. Maar er zit ook nog zoveel waarheid in. En als je bijvoorbeeld kijkt naar, kijk maar naar de waterwerken in Zeeland. Of naar de uitdaging die we nu hebben met de stijging van de zeespiegel. Als je de wetenschap omarmt, weet je, dat komt eraan in Nederland. Mm-hmm. Dan zullen we toch heel slim dingen moeten gaan bouwen met elkaar. En daar heb je toch echt wel wiskunde voor nodig en bouwkunde. Je hebt daar kennis van de eb en vloed over nodig. Yeah. Je kan niet zomaar gaan tekenen en gaan denken, hoe gaan we dat eens aanpakken? Ja, en je zou kunnen zeggen, dat is heel traditioneel, maar dat is niet traditioneel. En dat is waarom we die deltawerken hebben kunnen bouwen en waarom we nu nog steeds wel vrij voorop lopen in technologie en wij zo'n welvarend land zijn, is toch wel gewoon te danken aan onze investering in het onderwijs in de afgelopen periode. Ja. En dat is niet alleen hoe wij als Nederland of als Europa doen relevant. Het is ook wel heel erg belangrijk hoe anderen investeren in technologische ontwikkeling of in kennis opbouw. Met die PISA's bijvoorbeeld, als je gewoon kijkt, al decennia lang domineren Zuidoost-Aziatische landen de top. Ja. En dat zie je ook wel weer terugkomen in hun economie. Hè. Het zijn allemaal opkomende economieën, het zijn opkomende machten. Hè. China bijvoorbeeld is wel... Het is gewoon een wereldmacht. Ja, dubbele groeicijfers. Ja, en vroeger leunden wij veel te veel op Amerika. Maar dat hebben we afgelopen periode ook wel gezien, dat het zomaar gewoon in de rook op kan gaan. Ja. Dus je moet zelf ervoor zorgen dat jouw generaties die kennis blijven opbouwen. Ja. En als je zo bekijkt, dan is onderwijs eigenlijk wel belangrijkste sector van onze samenleving, het belangrijkste segment van onze samenleving. Ja. Daar moeten we het beste in investeren. Ja. Er zijn ook wel mensen die zeggen, dat wat er in China gebeurt of in die Aziatische landen, dat zorgt voor enorme druk en stress bij kinderen. Dus ze hebben helemaal geen autonomie. Ze moeten heel hard presteren om naar zo'n topuniversiteit te gaan. Het is niet altijd leuk. Hè? De kinderen in Nederland zijn heel gelukkig.
Ik moet even denken aan wat Jozef Kessels zei. Onder andere zijn ze zo gelukkig omdat ze een sterk gevoel van autonomie hebben. Mm-hmm. En ze mogen zelf de fiets naar school. Er is een gevoel van vrijheid. Mm-hmm. En dat leent zich misschien niet altijd met dat idee van... Nou ja, even een radicaal stapje naar wat er in China gebeurt. Mm-hmm. Veel doseren. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dit is een heel goed radicaal stapje terug. Dan kunnen we kijken weer naar leertheorieën, onderwijstheorieën en dergelijke. Ik denk dat we eigenlijk helemaal geen radicale dingen hoeven te doen. Nee. Gewoon heel duidelijk naar de praktijk kijken, naar werkvloer kijken. Ja. Hoe leren kinderen gewoon rekenen? Hoe leren kinderen schrijven en lezen? Zoveel vragen we eigenlijk ook niet aan de kinderen. Met 1 uur per dag rekenen, maar dan wel op een gestructureerde manier, op de juiste manier, die kennisoverdracht, voldoende oefening en los van de dogma's, dogma's van oh, ik wil niet ouderwet zijn, ik moet het leren zo leuk maken, denk ik dat je al heel ver komt. Ja, en als je dat heel goed doet, dan is er zoveel tijd over. Hè, 26 uur in de week moeten ze naar school toe. Dat je gewoon voldoende tijd hebt voor allerlei andere dingen. Kijk, vooropgesteld, muziek is heel erg belangrijk. Hè. Ja. Mijn kinderen krijgen dat ook wel, dans, creatieve activiteiten. Dat is gewoon allemaal nodig. Je hebt tijd over. Je kan dingen doen. Je kan je kan de moestuin in. Ja. Je kan allerlei activiteiten ontplooien. Nou is die vraag van terug naar de traditie was Hartge Wassink, om even volledig te zijn. Ik denk niet dat het kwestie is van terug naar de traditie. Precies, dat ik hebben denk we. Dat je, maar dat je was de vraag. Je moet wel die elementen behouden. Ja. Ja, bewaar wat goed is en wat werkt. Juist. Een vervolgvraag. Annemieke Boshart, die vraagt zich af, nou die methode van Fouders rekenen, die werkt blijkbaar heel goed. Mm. Hoe kunnen we dat nou ook implementeren op basisscholen? Dat is een heel goede vraag. Dat heb ik vanochtend ook wel gezien. En toen dacht ik, daar had ik wel beter over na moeten denken. Mijn collega's die verantwoordelijk zijn voor de basisschool, die zullen me enorm op mijn kop geven. Nou ja, we kunnen er even over filosoferen in zekere zin. Ja, precies. Het is niet kwestie van A of B. Het is niet kwestie van traditioneel of realistisch rekenen of andere vorm van rekenen. Die methoden die er zijn, die voorzien kinderen wel in heel veel belangrijke behoeften. Alleen ze missen één belangrijk aspect, dat zijn altijd werkende rekenrecepten. Ja. En dat hebben mij dus dan samengebracht in foutloos rekenen. Die vaardigheden die wij voorschrijven, hè, die wij promoten, zeg maar, waarvan wij vinden dat alle kinderen eigen moeten maken. Die kun je gewoon op 8-9-jarige leeftijd eigenlijk al mee beginnen. Ja. Mag ook wel eerder, hè, maar dan moet je wel wat lager niveau beginnen. Maar echt rekenvaardigheden kun je gewoon vanaf groep 6 heel goed oefenen, zoals wij dat bij foutloos rekenen doen. Ja. Wat wij heel vaak scholen adviseren is dat we zeggen, nou weet je, vanaf halverwege groep 6 begin maar met foutloos rekenen. Dat kun je gewoon 3-4 maanden lang doen. En dan komt er zomer overheen, hè, vaak. Bij begin groep 7 kun je weer even herhalen. Pak je de draad weer op. En dan kun je weer verder met je eigen methode doorgaan. Wat je dan doet, is dat je corrigeert voor de missende elementen in bestaande methoden. Ja. Missende elementen, dat zijn de rekenrecepten, dat is de gestructureerde aanbod van rekenvaardigheden. Ja. Hè? Dus je doet zo optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en dan delen. En dan begin je met de concepten. Wat mij gewoon enorm is opgevallen, ik heb met mijn vader dus een aantal van die rekenboeken bestudeerd, nu een jaar of twee geleden, nu een aantal podcasts ook aan gewijd, is de... Ik zie het ook bij mijn kinderen, zijn dus hele mooie boeken. Het zijn leerkrachten die echt het beste ervan maken. Dus het is echt positief. Maar er zijn zoveel verschillende methodes. Het begint met vierkantjes, met driehoeken, met optellen, met een lijntje waar je dan weer op moet tellen. Dan moet je van links naar rechts, dan wordt het een bus. Het gaat maar door eigenlijk. En ik weet nog, herinner me nog in het thuisonderwijs, dat bij onze oudste Pank op een gegeven moment mocht hij dan onder elkaar gaan optellen en aftrekken. En je zag eigenlijk in een kwartier dat er zoveel kwartjes vielen. Want dat is eigenlijk zoveel, ik noem het even makkelijker. Dan die getallen, slang, ik weet niet of ik het goede woord heb. Dat je denkt van, blijkbaar is er dus ontzettend lang over nagedacht.
Maar ik zag hem eigenlijk wekenlang worstelen met een toch vrij ingewikkelde manier van leren rekenen. Ja, exact. En eigenlijk zeggen jullie terug naar de basis in de zin van, hou het ook simpel. Hè? Die wetten, die kennen een aantal regels die al heel erg oud zijn. Nou ja, gewoon, die werken altijd. Die werken altijd. Hè? Die, oud of niet. Dat is gewoon, ja. Gewoon de natuurwet. Ja, het zijn gewoon natuurwet. Dus dat 2 is... plus 2 is gewoon 4. Hè? Ja. Dat was 3000 jaar geleden ook zo. En waarschijnlijk 70.000 jaar geleden ook wel zo. Ja. Hoe je dat moet doen, dat kun je gewoon... Ja, dat zal waarschijnlijk over 1000 jaar hetzelfde blijven. Dat zal gewoon niet veranderen. Nee. Ik zou me geen voorstelling van kunnen maken hoe de wereld eruit zou zien... waarin 2 plus 2 geen 4 is. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, zeker. Mijn zoon heeft er lang gedacht dat 1 plus 1 11 was. Dus als je daar... Dat moet wel goed overgedragen worden natuurlijk. Maar inderdaad, ik ben het natuurlijk helemaal met je eens. Ja. Maar En dat is gewoon spijtig eigenlijk. Als je dat tegen het feit dat 53% van de basisschoolleerlingen school verlaten zonder te voldoen aan streefniveaus. Ja. Dit is meer dan, als je deze 8 rekenrecepten kent en de concepten, dan is dat meer dan wat je op basisschool moet krijgen. En dat realiseren wij binnen 12 weken. En dat is gewoon geen wonder, of wat dan ook, dat is vooropgesteld. Dat is 2300 jaar geleden ook wel heel mooi geïllustreerd hoe je dat moet doen. Met je hand achter de rug, hey kind, je kunt het wel. Het lukt je wel, verwachting uitspreken. Juist uitleggen, dat zie je al. Ja. Is dit traditioneel? Ja. Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat dit gewoon van alle tijden is. Dit is tijdloos. 22e eeuw, de toekomst. Ja, precies. En, zou ik nog een vraag mogen stellen over het punt van bekwaamheid en bevoegdheid? Want bij foutloos rekenen zijn er docenten die lesgeven aan de groepjes van 6. Hè? Ja, die hebben niet altijd, soms wel, maar niet altijd een officiële bevoegdheid. Maar die kunnen wel goed rekenen. En nou weet ik, als je wat tientallen jaren teruggaat bij toen nog de kweekschool was, toen was dat niveau van rekening ook altijd heel spannend voor leerkrachten en docenten, want dat is vaak wat veel mensen moeilijk vinden. Mm-hmm. Dus hoe kan je iets zeggen over wanneer kan je dit goed? Ja. Dit uitleggen, dit overdragen, wat moet je dan kunnen bij jullie, zeg maar? Ja, twee maanden geleden, een tijdje geleden, dus toen het wel mocht, waren we op een basisschool in Amsterdam-Noord, waarin een docent van ons foutloos rekenen gaf in de les. En dan het concept is dat de eigen leerkracht mee kan kijken. Hè? En dan is er een begeleidingstraject van onze docenten naar leerkrachten toe, zodat zij op een gegeven moment foutloos rekenen zelf kunnen geven. Ja. En dat ze niet elke keer ons nodig hebben. Teach the teacher-achtig idee. Ja, train de trainer. Train de trainer is beter, Nederlands beter. En ik zat tegenover de eigen leerkracht en onze docent was aan het uitleggen, hè, met kinderen allemaal in de klas. Op een gegeven moment zag ik gewoon dat zij gewoon van kleur veranderden. Ik maakte me een beetje zorgen. Ik dacht van, hebben we weer zo'n persoon die denkt dat wij allemaal traditioneel zijn. Ja. Of dat het niet voldoet aan de eisen van hedendaagse... Precies. Vereisten, zeg maar. Ja. Op een gegeven moment maakte ik een praatje en zei ik van, wat vind je er dan van? Ze zei, ik vind het heel spannend, want... Ik ken dit allemaal, ik kan niet rekenen, ik ben meer taalpersoon. Nou, daar schrok ik wel van. Ja. Dacht van, je bent dus dan leerkracht, staat in de klas. En je vertelt mij gewoon dat je gewoon, ze hoort ook wel rekenonderwijs te geven. En dan zegt ze van, dat ze meer taalpersoon is en geen rekenpersoon. Ze voelt zich ook onzeker. Ja, echt ongelooflijk. Ja. Ik dacht van, dat kan toch helemaal niet. Nee. En dat illustreert het dan wel, wat het nou betekent. We hebben die bekwaamheid, is wel iets waarschijnlijk wat door veel oefenen naar je toe komt. En bevoegdheid is de rijbewijs die je kan halen, wat Bies daar ook al over had. Als je dat eenmaal hebt, dan mag je daar wel gaan staan. Maar als we in een voorbeeld van rijbewijs blijven, wie kan nou echt... heel goed rijden op het moment dat je rijbewijs in handen hebt. Waarschijnlijk heel weinig mensen, toch? Ik herinner me nog kilometers maken. Toen ik het haalde dat die meneer tegen mij zei, het begint pas nu. Hij sprak me heel serieus toe. Je mag nu de weg op, maar let er goed op. Ga niet geen rare dingen doen en lekker voor kilometers maken. Dat was toen in de tijd... Precies. Ja. En dat is eigenlijk ook wel met lesgeven ook. Ja. En sommige dingen gaan meteen snel goed. Sommige dingen heb je meer tijd voor nodig. Dat begrijp ik heel goed.
Maar bij foutloos rekenen, wat we doen is dat we vooral inzetten op overmacht van kennis. Hè. Onze docenten weten echt alles over rekenen. Je kunt ze gewoon nergens wijs van maken hoe het anders zou moeten of wat dan ook. Ze weten echt. Ze staan echt boven de stof. Hè, zoals absoluut. Ja. Mooi concept, overmacht allemaal van kennis. Ja. Ja. En ze zijn, ze zijn academisch geschoold. Ja. Overigens, een leerkracht in mijn anekdote, die was ook wel academisch geschoold. Ja, die vertelde dat ze een paar wat aan de UvA deed. Ja. Heb ik altijd me voorgenomen om een keer op te zoeken wat het nou zou zijn. Maar dus academisch geschoold zijn is ook nog geen garantie om al die vaardigheden te kunnen. Omdat het gewoon, zoals wij bij foutloos rekenen doen, dat is gewoon uit schoolboeken, uit onderwijspraktijk gewoon verbannen. Heel veel mensen die nu Pauwen hebben gedaan, die hebben waarschijnlijk staartdeling niet gehad. Nee. Het begint wel een beetje weer terug te komen. Ja, er is wel een beweging gaande. Maar dat is over de staartdeling. Nee, maar dat is maar een onderdeel van. Hè? Dat hele concept van rekenen, altijd werkende rekenrecepten, dat moet wel weer terugkomen. Ja, je moet er gewoon zelf ontzettend goed mee kunnen rekenen, hè, met die methode, maar je moet het ook nog eens kunnen uitleggen. En ik denk wel dat je gelijk hebt, er zijn wel gelukkig initiatieven nu van academische pabo's en specifieke pabo's in het land die echt meer aandacht besteden aan rekenen en lezen en schrijven. Toch een beetje tegen de stroom in, want er is wel een nadruk op toch de pedagogische kant. Ik bestudeer graag de literatuurlijsten van pabo's. Daar zie je ook wel terug in de boekenlijsten terugkomen, dat specifieke boeken over instructie bijvoorbeeld of over leren rekenen niet altijd erop staan. Terwijl ze bijvoorbeeld heel veel gekocht worden. Mm-hmm. Maar als je nu luistert en denkt, wij zijn als school heel goed met rekenen. Of wij doen het op een andere manier. Of we hebben hier een vervolgvraag over. Dan moet je je zeker aanmelden via chipcast.nl. Want dan kan ik een keer op bezoek komen. Of een keer kijken van hoe je misschien gebruik maakt van foutloos rekenen in combinatie met je klassieke curriculum. Ja. Of zeg van, we hebben het op een andere manier geregeld. Want ik kan me wel voorstellen met het lerarentekort, dat je soms niet altijd meer de expert in huis hebt. Mm-hmm. En dat je dan creatief moet zijn in je oplossingen. En, maar goed, het is even een uitstapje hoor, die ik even hardop maak. Maar laat je dan even horen via de website. Ja. Ja. Nou, wat je heel vaak wel hoort is het leraartekort. Ja? Dan hebben we tegenwoordig ook wel kwalitatieve en kwantitatieve leraartekort. Ja. En dat komt, die roep, die constatering komt niet uit de lucht vallen. Nee. Kennelijk wordt het gewoon alom gepercipieerd, waargenomen, dat er wel iets gaande is. Dat we toch wel een probleem hebben. Ja. Kwalitatieve leraartekort is dat je gewoon inderdaad allemaal leerkrachten hebt die zelf niet meer boven materie. Ik denk ook dat die behoefte er ook is bij Pabo-studenten zelf, die ik wel spreek. Ik heb er wel eens eerder met Pabo-studenten een podcast over opgenomen, dat die nieuwsgierigheid naar kennis en naar hoe te leren rekenen ook sterk leeft. Orde houden, ook zo'n ander thema waar veel vragen over ontstaan als je eenmaal in de klas komt. Dat je denkt, hoe moet ik het nou aanpakken? Ja. Ik heb het zelf ook meegemaakt, het is niet makkelijk. Ja. 25 kinderen en als er een paar geen zin in hebben, daar zijn gewoon regels voor. Er zijn manieren voor waar je ook kalmte uit kan halen als docent. Maar als je ze niet weet, kan je er echt op leeglopen. Ja, klopt. Ja. Een directeur van een school waar we weer foutloos rekenen gaven, die vertelde me van, Sezgin, de leerkracht met beste klasmanagement, die heeft maximaal een minuut per leerling. Want je hebt gewoon niet meer. Hè? Want de les duurt maar 40, 45 minuten. Ja. En je hebt 30 leerlingen. Nou, reken maar uit hoeveel aandacht je gewoon wel hebt. Ja. Daarin wordt het belang van instructie toch ook wel weer komt ook weer naar voren. Ja, Cheskin, we kunnen hier nog wel lang over doorpraten. Maar het is wel mooi dat punt overmacht van kennis, om daar misschien mee te eindigen. Ik denk dat jullie boek en jullie initiatief daar een hele mooie bijdrage voor is. Ik vond het bijzonder interessant om met je van gedachten te wisselen over hoe komt het eigenlijk dat het rekenen en leren schrijven, leren lezen achteruit gaat. Wat zijn de cijfers? Hoe kunnen we het weer beter krijgen? Kunnen we gebruik maken van beproefde recepten? Daar is niks ouderwets aan. Dat is heel erg modern, heel erg toekomstgericht, zouden we kunnen zeggen. Beste luisteraar, als je nou nog vragen hebt, kijk even op chipcast.nl. Ik zal wat linkjes naar de boeken plaatsen en misschien naar wat voorbeelden van foutloos rekenen, dat je daar misschien ook kennis van kan nemen. En als laatste, als je nou nog een vraag hebt of denkt, in dit gesprek, daar klopt iets niet, of ik heb wel een vervolgvraag, of ik ben een school die dit op een hele andere manier of juist op deze manier doet, laat je ook even horen via chipcast.nl/vraag. Dan kan je je vraag inspreken of achterlaten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer. Dankjewel.